We hebben ons met het Spaanse wijnconcours bezig gehouden met het proeven van ontelbaar veel wijnen uit Spanje, meer dan 1000. En ja, dat is natuurlijk geweldig om zo'n beeld van de wijnen te krijgen voor het Spaanse wijnconcours. En het is ook heerlijk om er wat mooie pareltjes uit te vissen. En als we naar witte pareltjes kijken, dan komen we heel gauw terecht in Galicië. Ik heb allemaal wijnen uit Galicië hier voor me staan. Galicië is het noordwestelijke deel van Spanje, waar de Atlantische Oceaan zorgt voor koelte. Ook veel regen helaas. Het kan daar aan de kust zo 1700-1800 mm per jaar regenen. Dat is dus meer dan het dubbele van wat wij hier krijgen. Nou, ik vind hier al meer dan zat, maar het is ook echt wel een probleem om daar de druiven goed rijp te krijgen in die regen. Soms hebben ze ook heel veel zuren, maar in goede jaren en als de balans goed is, dan zijn het heerlijke wijnen, fris, ook rijk, mooie zuren. Mede dankzij lokale druiven die je daar vindt. Je bent natuurlijk als het paradepaardje de Albarino. Ja, ik vind zelf eigenlijk aan de ene kant een beetje jammer dat de Albarino zo als een vlaggenschip naar voren is gekomen de laatste jaren. Omdat er ook heel veel andere interessante druiven zijn. Maar de realiteit is dat ze gewoon heel populair zijn. En ik moet ook toegeven dat het ook heerlijke wijnen zijn. Als je de Rías Baixas hebt, de belangrijkste streek van Galicië, van Albarino, zoals deze Gran Bazán Etiqueta Verde. Dan heb je, ja, dat heb je gewoon een wijn die mooie zuren heeft. Hij is heerlijk aromatisch. Die Albarino geeft een soort rijpe peren, appelgeuren. Ja, het is perfect in balans. 12,75 bij de Gouden Ton. Bij wijnkoperij Bart. Dan heb je gewoon een heerlijk glas witte wijn. Eigenlijk in prijskwaliteit voor Spanje bijna onverslaanbaar. Je hebt ook nog wijnen die, wat je heel veel ziet tegenwoordig, die wat meer wilde en kracht krijgen door ze op de fijne lee op te voeden. En die gistcellen die voeden een klein beetje nog die wijn. Die geven meer rijkdom en diepgang. Lias Finas heet deze cuvée van Attis, 2019, een jaartje ouder dan de Gran Bazán. En dat doet die wijn eigenlijk alleen maar goed, moet ik zeggen. Ik heb oude exemplaren van Albarinos, Adrias Baixas geproefd van 10 of meer jaar oud. Ja, die wijnen die rijpen ook nog hartstikke mooi. En dit is een combinatie van dan de zuren en weelderigheid en rijkdom die zo aantrekkelijk is. Ja, het is eigenlijk uniek om zo'n lokale druif tegen te komen in zo'n mooie vorm. En dan €15 bij Smaragd. Ja, prachtige wijn, kan ik alleen maar zeggen. Ja, dit borduurt dan door de volgende wijn, de Terras Gouda. Borduurt voor op wat ik zeg, dat je eigenlijk ook heel interessant is om andere druiven te gebruiken dan alleen maar Albarino. Hier is ook een Loureiro in gebruik, dus het is een blend, wat eigenlijk in Rías Baixas vroeger veel gebruikelijker was dan tegenwoordig. Domweg omdat het toen ook normale historische praktijk was. Dit is een wijn uit Orozal, een van de subgebieden van Rías Baixas, meer naar het zuiden, eigenlijk tegen de Portugese grens en ook aan de kust. Iets rijkere wijn, iets meer rijpe aroma's, ook door die Loureiro, die ook in Portugal overigens wordt geteeld. Ja, de wijn die heel complex is, mooi, 1895 bij de Gouden Ton. Net even anders dan de andere Albarino wijnen. Ik doe deze wijnen, wil ik niks tekort doen, maar dit is wel een heel mooi exemplaar. En natuurlijk even aandacht ook voor andere druiven in Galicië. Zoals de Gordello. Gordello kennen we heel goed van Balearas, helemaal in het noordoosten van Galicië. Tegen Bierzo aan, waar ook veel Gordello staat. Deze Gordello komt weer van een heel andere plek in het zuid. Westen van de Galicië tegen de Portugese grens aan. Dus eigenlijk gewoon helemaal tegen Portugal aangeplakt. Het Monterrey, Finca Os Cobatos. Gordello geeft wat meer zachte wijnen, wat romiger, wat ziltiger. Niet, wat minder zuur, heel toegankelijk. Mooi in balans. En dan heb je voor €9,50 bij Les Généreux, ja, dat is onder een tientje. Ja, heb je gewoon een heerlijke witte wijn. Het ligt meer landinwaarts, dus minder regen. Dus het is heel rijp en soepel en perfect in balans. En dan als laatste wijn van deze vijf leuke wijnen, een wijn dat eigenlijk mijn favoriete wijngebied, moet ik eerlijk zeggen, uit Galicië, Ribeiro. Ribeiro is tussen Monterrey in en Rías Baixas, dus wel landinwaarts, maar niet zo heel ver. Minder regen dan in Rías Baixas, andere druiven. Deze wijn is gemaakt van Trajadura. Een druif die ook weer in Noord-Portugal voorkomt en die ook hele krachtige, spannende wijnen oplevert. Heel aromatisch, mooie zuren. En dan de Ateixa 2017, dus ook al 4 jaar oude wijn. Dat levert wijnen op met een geweldige complexiteit.
Je betaalt er wel wat meer voor, €29 bij de wijntherapeut. Maar ja, dat is net even anders. Heel spannend en uniek wijn, moet ik zeggen. Dus ik zou zeggen, probeer deze pareltjes uit Noordwest-Spanje.